ben de laatste keer dat ik bij de psychiater was, toen zei ik tegen de psychiater, maar ik durf meisjes gewoon niet aan te spreken. Maar Robert, jongen, je moet het gewoon durven, gewoon lef hebben. Ja, maar ik heb puistjes. Ah, maar Robert, je moet jezelf leren uitdrukken. Maar zij zijn zo mooi en ik ben zo lelijk. Ah, maar Robert, schoonheid vergaat. Lelijkheid is voor eeuwig. Dat is een hele goede psychiater. Ik bleek bij de psychiater ook vreemde neigingen te hebben. Ik weet niet of hier iemand wel eens vreemde neigingen heeft. Nee, ik heb bijvoorbeeld in restaurants, ik weet niet of ik in een restaurant kom. Ik ben in een restaurant, ben ik altijd ontzettend bang dat ik opeens iets doe wat ik absoluut niet wil doen. Nou, iedereen zit me vreemd aan te kijken. Je moet je voorstellen, je zit in een restaurant te eten. Je steekt net je mes in een of ander dood beest. Weet je, je kijkt wat om je heen en opeens valt het je op dat iedereen in dat restaurant zo ontzettend beschaafd zitten eten. Ken je dat? Aan het tafeltje naast zit bijvoorbeeld zo'n vrouw. Weet je, zo'n vrouw van post-libresse leeftijd. Weet je, in zo'n walm van burgerlijke truttigheid. Met zo'n geplakt permanent kapsel, volledig dichtgekit. Speciaal voor deze gelegenheid met haar vormloze hoplichaam van de kast in haar nette avondjurk gesprongen. En de rest de week vet binnen de verstevigde naden geplet met 6 mannen riem eromheen. Van die blote armen, ken je? Van die blote armen met van dat hangende, half doorzichtig wit lillende octopussenvlees. Van zo'n perkamenten mummiehuid met van die schreeuwend openstaande poriën. Water, water. En deze vrouw zit ontzettend haar best te doen om met mes en vork een blaadje sla zo op te vouwen, zodat het in één keer zonder de randjes van haar lippen te raken haar pruilerige kruilmondje inpakt. Nee. Als je zoiets ziet, heb je dan ook de neiging om op te staan, naar haar tafel te lopen, op haar tafel te staan, je één voor één alle kleren van het lijf te rukken en te roepen: ja, neem me nu hier. Nee. Nou, dat heb ik dan weer alleen. Is er niemand hier die nooit eens de neiging heeft om iets dwars tegen alle fatsoen in te doen, iets heel erg goors? Nee, of een of andere zinloze dwang dan, een nagel bijten, ja, ik hoor heel vaak, ja, wondkorstjes trekken. Als je op het zebrapad loopt, dat je alleen maar op het witte mag lopen. Dat begint al. Als je aan het fietsen bent naast allemaal bomen, die allemaal op regelmatige afstand naast elkaar staan, dat je elke keer wanneer je voet onderaan de trapper is, dat je per se naast zo'n boom uit wil komen. Heb je dat? Dat vind ik dus wel ziek, hè? Dat heb ik dus weer niet. Heb jij dat weer alleen? Er moet toch iets hebben waar iedereen herkent. Pepermuntjes. Als je een pepermuntje in je mond steekt, dat je dan niet mag bijten.